Je hebt kieskompassen, stemwijzers, websites, tweets, Facebook. Politie maken gebruik van allerlei vormen van online communicatie. En wat ik heb onderzocht is gekeken van, leidt deze online communicatie nou tot meer politieke betrokkenheid bij burgers? Ik doe onderzoek naar online politieke communicatie. Ik kijk hoe politici gebruik maken van online politieke communicatie. En eigenlijk of burgers zich meer politiek betrokken voelen als ze gebruik maken van deze online communicatie. Tijdens de verkiezingen van 2010 zagen we dat als een politicus Twitter gebruikt of dat op een interactieve manier doet, dat ze dan meer voorkeurstemmen krijgen. Aan de andere kant zien we ook dat wat meer in een labonderzoek, waarbij we echt een experiment doen, dan zien we dat politici als ze op een persoonlijke manier communiceren en op een interactieve manier, dat burgers dat heel erg aantrekkelijk vinden en dan meer politiek betrokken worden. Dus bijvoorbeeld vaker het gevoel hebben dat ze dan op diegene gaan stemmen, op die politicus. Dus een interactieve en een persoonlijke manier van communiceren werkt. Ik vind dat Alexander Pechtold het heel erg goed doet. Hij maakt bijvoorbeeld selfies, zichzelf, waarbij hij een foto maakt, bijvoorbeeld in een museum voor een doek. Wat een heel erg persoonlijke manier is van communiceren. En daarnaast reageert hij op heel veel mensen. En dat werkt, blijkt uit mijn onderzoek, om op die manier te communiceren. Dus Alexander Pechtold vind ik een heel goed voorbeeld over hoe een goede manier is om te communiceren naar burgers. Ik vind het heel erg belangrijk om tijd te maken voor mijn hobby's. Werk is heel belangrijk en je kan me inderdaad 's nachts wakker maken voor data. Maar ik vind het ook heel belangrijk om gewoon echt leuke dingen te doen met mijn vriendinnen. Lekker varen of fietsen door Amsterdam of lekker lunchen of gezellig kletsen. En ook bijvoorbeeld om iets creatievers te doen. Ik speel gitaar en piano. Naast mijn werk wat heel erg cijfermatig is. Ook om iets creatievers te doen. Ja, vind ik echt heel erg belangrijk. Ik heb sociologie gestudeerd en voor mij is professor Paul Snabel een soort idool eigenlijk. Ik vind hem heel betrokken en hij kan eigenlijk op een hele toegankelijke wijze iets overbrengen naar een publiek. Dus niet heel erg in terminologie of hele moeilijke termen, op een hele toegankelijke manier iets uitleggen. Bijvoorbeeld hij kan heel goed uitleggen dat Nederlanders eigenlijk best wel veel zeuren, maar aan de andere kant zijn we het gelukkigste volkje op aarde. En dat vind ik heel erg, dat relativeringsvermogen vind ik echt geweldig. Volgens mij ook in Maarten van Rossum, die kan op een hele humoristische wijze heel veel ontnuchteren. En dat vind ik heel erg belangrijk, dat wetenschappers ook in een publiek debat of een soort ontnuchterende factor kunnen zijn. Ik vind het heel erg leuk om data te verzamelen en data te krijgen, omdat je daarmee echt een vraag kan beantwoorden. Ook, het is eigenlijk een soort puzzel. Je zou me eigenlijk 's nachts kunnen wakker maken eigenlijk met data. En dan zou ik het al, ik kan dat echt uren doen. Om dan gewoon echt te zoeken naar antwoord op jouw vraag. Je vraag die uit de theorie komt, die andere mensen hebben, waar jij dan antwoord op kan geven. En dan echt een soort van die puzzel kan oplossen. En dat vind ik heel erg, dat vind ik echt het allerleukste aan onderzoek doen. Faces of Science.